13 miljard extra voor onderwijs, zorg, veiligheid, wegen en openbaar vervoer. Dat is de kern van het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma van het CDA. U hoorde er in het journaal ook al van alles over. Daarnaast moeten in de komende kabinetsperiode gezinnen kunnen profiteren van fiscale kortingen. Bezuinigd wordt er ook. Minder geld voor de WAO en voor de melkertbanen. In de studio in Den Haag zit lijsttrekker van het CDA, Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, goedenavond. Goedenavond. Wat moeten de kiezers nou onthouden van dit verkiezingsprogramma? Kunt u dat in één zin vertellen? Ja, het programma heet een betrokken samenleving, betrouwbare overheid. We willen een sociaal en solide beleid. En waar wij voor op willen komen is investeren in kwaliteit van de samenleving. Mensen keuzevrijheid vergroten. Meer geld, u zei het al, voor familie- en gezinsbeleid. En dat alles op een deugdelijke, financiële, gezonde basis. Ja. In die persconferentie vandaag zei de opsteller van het verkiezingsprogramma, meneer Hessels, ook dat dit programma het CDA weer duidelijk kon positioneren. Op welke punten was het CDA dan onduidelijk de laatste tijd? Nou, ik denk dat er geen sprake is van onduidelijkheid. Wat wel zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren, dat was dat er behoorlijk veel is gestudeerd op onze visie ten aanzien van de zorg, sociale zekerheid, onderwijs. En dat denkwerk van de afgelopen jaren is nu uitgemond in dit programma. Het is een duidelijk beleidsstuk en dat heeft Hessels bedoeld. Ja, waarin opmerkelijk is, dat zei u net ook zelf al, er wordt veel nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Hè. Dat klinkt behoorlijk liberaal. In hoeverre schurkt u alvast een beetje tegen de VVD aan? Nou, er is geen noodzaak om aan te schurken tegen welke partij dan ook. Het is wel van belang dat de politiek naast mensen gaat staan. Nu lijkt dat soms alsof dat een wat liberaal verhaal is, maar dat is het niet. Wij gaan uit van mensen in relatie tot andere mensen. Keuzevrijheid vergroten, maar dat is niet het hele verhaal. Het gaat dan ook om dat er instellingen zijn die tegemoet kunnen komen aan die wensen, behoeften van burgers. Mm-hmm. En dat is vaak ook het non-profit, het initiatief, de instellingen die niet op winst zijn belust, om het zo maar even te noemen. En daar zit wel een verschil in met de VVD, die vaak sterker kijkt naar commerciële ondernemingen. Ja. Terwijl wij veel meer het oog hebben op het maatschappelijk initiatief en dat is non-profit van aard. Ja, dat is het verschil met de VVD. Kunt u ons uitleggen wat nou het verschil is met die andere grote politieke partijen, met de Partij van de Arbeid en in mindere mate dan wat formaat betreft D66? Ja, dus ten aanzien van de VVD, daar heb je het over gehad, er zit vooral in ook het inkomensbeleid, dat hoort er nog bij. En kijk je naar de partijen aan de linkerzijde van het Nederlandse politieke spectrum, dan praat je toch wel over een duidelijk verschil in visie ten aanzien van de rol van de overheid. Kijk je bij D66 en de Partij van de Arbeid, dan wordt er gesproken over een nieuwe overheid. Dat is best belangrijk. Maar wij vinden dat de politiek juist naast mensen moet gaan staan en niet alles zozeer vanuit de bril van de overheid bekijken. Ja, niettemin zegt GroenLinks, dit programma dat lijkt een beetje op een correctie naar rechts. Het lijkt wel een breuk met het verleden, zegt men daar. Wat vindt u daarvan? Nou, ik zou niet in termen van breuk met het verleden willen spreken. Ik vind juist dat er een grote mate van continuïteit bestaat. Als je ons vorige verkiezingsprogramma ziet, samenleven doe je niet alleen het denkwerk van de afgelopen jaar en dit programma. Ik denk wel dat het ook zo is dat de GroenLinks-fractie en de Partij voor GroenLinks zelf ook wat is opgeschoven. Bijvoorbeeld 4 jaar geleden had men een warm pleidooi voor de civiele maatschappij. Dat is een nadrukkelijk oog voor maatschappelijke organisaties en initiatief van burgers. En dat schuift nu meer richting overheid. Bovendien is het ook zo dat GroenLinks met een hoge veronderstelling ten aanzien van de economische groei zich toch een beetje aan de zijlijn van de Nederlandse politiek begeeft. Ja. Dus ik geloof niet zozeer dat er sprake is van dat er een breukeling is bij het CDA. Nee. GroenLinks, is dat dan nog steeds een serieuze coalitiepartner, eventueel voor het CDA of juist niet? Ik denk dat in de komende maanden het erom gaat dat politieke partijen hun idealen en hun voorstellen naar voren brengen. Het spel van onderhandelingen na de verkiezingen, dat komt natuurlijk pas na 15 mei. En ik vind het nu veel te vroeg om te gaan praten over mogelijke coalities. Het is ook niet verstandig om elkaar uit te sluiten. Maar ten aanzien van de verschillen die bestaan moet je ook wel duidelijk zijn. Daar heeft u gelijk in. Ja, goed. Nou, die hebt u uitgelegd. Al met al is er een heleboel gebeurd de laatste tijd. Een woelige periode voor het CDA. Denkt u nou dat mensen zijn vergeten dat het zo'n, ja, om maar plat te zeggen, zo'n rotzootje was de laatste tijd? En nu alleen nog maar naar de inhoud van uw programma gaan kijken. Ja, het was natuurlijk een crisis in het CDA, maar ik had laatste contacten met politici van andere Europese christendemocratische partijen. En ze hebben gezegd, het is een hele korte crisis in het CDA geweest. Mm-hmm. Ik heb de afgelopen weken honderden brieven, e-mails gekregen. En echt zonder uitzondering proef ik daarin enthousiasme. Het maken van een nieuwe start, mensen die er zin in hebben. En het zou mij niet verbazen dat ook na dit programma, men gewoon weer ziet, het CDA is een volwassen partij. Een partij die staat, die de plaats heeft op de Nederlandse politieke landkaart. En die zijn partijtje meeblaast in de politiek en zo hoort het ook.
Ja, tot slot dan. En we houden er altijd van om een klein beetje koffiedik te kijken. Op hoeveel zetels gaat u met dit mooie programma uitkomen in mei? Ik denk dat het verstandig is dat na de crisis wij op het ogenblik onze inhoud naar voren brengen. Dat we de idealen helder maken, de voorstellen duidelijk presenteren. Dat zal wervend moeten zijn. Ik ga het land in. Het is nu nog speculatief om over aantallen zetels te gaan praten. Het gaat mij om het herstel van vertrouwen in de CDA. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. En dan gaan we natuurlijk voor winst. Goed, ik wens u veel succes daar in het land. Hartelijk dank, meneer Balkenen. Dank u wel.